ze daar formule 1 naar beneden. Linkerhand Gounon, de jeune Gounon die se souviendra très longtemps de cette participation. Overwinning voor Saint-Élan, voor de Audi, de wagen 25. Overwinning in deze 24 hours of Spa. Hier, voor Jean Gounon en voor Marcus Winkelhock. Hebben een voorsprong van 11,8 seconden na 24 uur een race. Oui, effectivement, 11 secondes, 862 millième d'écart entre les deux premiers à l'issue d'une course de 24 heures. Le troisième est en 52 secondes, 855 du leader.